kijk hem allebei een beetje aan, maar... Wat zou je liever eten? Je lievelingsmaaltje of iets verschrikkelijk smerigs? Een pak van mijn hart, dit. Juist ja, maar net als in het normale leven blijkt het maken van een juiste keuze niet altijd even makkelijk. Ik weet niet ook of er een tactiek is, want net heb ik natuurlijk deze gekozen. Wie van de 10 deelnemers maakt de beste keuzes en gaat er met deze felbegeerde bokaal vandoor? Dit is Keuzestress, met in deze aflevering TikToker Volkert. Hoi, mijn naam is Volkert en je zou me kunnen kennen van mijn TikTok-video's met inmiddels meer dan 10 miljoen likes. Kijk hoe knap ben je! Nee, maar dit is niet normaal. Bitter garnituur is mijn lievelingseten. Ja, het is altijd een lekkere, snelle hap. Lekker, een beetje ongezond. Maar het is toch altijd even lekker soms in het weekend op een avondje of zo. Dat gaat er altijd wel in. Ja, heerlijk. Weet je wat er ook wel in gaat? Deze donut met pindakaas en zalm. Of je speelt hem op safe en gaat voor deze knapperige kroket. Kies je de goede schotel, krijg je 5 punten. Kies je de verkeerde, zal je tenminste 1 hap moeten nemen. Anders krijg je 5 punten in mindering. Volg je het nog? Succes! Ik mag hem gewoon pakken, hè, nu. Ja, even kijken of ik aan jullie gezichten, want jullie weten het ook niet, of wel? Ik ga voor deze. Oeh, dat is heel jammer. Donut met zalm. Eigenlijk komt het op neer. Oh, er zit ook pindakaas. Oh, dat had ik nog niet eens gezien. Het is een bijzondere smaak, maar ik moet zeggen, op zich valt het nog niet eens tegen. De vijfde, hè? Dan ben ik klaar. Nou, ik ben begonnen met TikTok eigenlijk een beetje voor de grap. De corona begon en ik zat veel thuis. En eigenlijk met nul verstand ben ik ermee begonnen. En ik denk mede daardoor is het een beetje opgeblazen. Hi, welkom bij quarantainevlog #1. Ja, ik ben dus eigenlijk in 8 maanden echt van 0 volgers naar inmiddels zit ik boven de 200.000 volgers ben ik gegaan. Ja, dat is wel bizar, want ik wist natuurlijk helemaal niet wat het inhield. Dus blijkbaar maakte ik dingen die mensen niet zo vaak zagen, waardoor ze mijn video's leuk vonden. En aan het begin maakte ik vooral gebruik van, ja, gewoon een gek filter en een gek stemmetje. Nou, blijf toch maar thuis dan. Echt chill. En dat sloeg heel erg aan, dus ik heb denk 5 video's achter elkaar of zo die meer dan 1 miljoen keer bekeken zijn. Nou, dat heeft een beetje doorgezorgd dat het wat serieuzer werd dan dat het voor de grap was, zeg maar. En ja, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan en doe ik nog steeds. Ik hoop dat het je vandaag ook zo voor de wind gaat, Volkert. Want geloof me, een oliebol in azijn is bepaald geen pretje. Deze kaassoufflé daarentegen, jam, jam, jam. Heerlijk. Wel de goede pak, hè? Een zure oliebol. Ik heb ook geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen eigenlijk. En een kaassoufflé, ja, dat lust ik wel natuurlijk, dus dat gaat wel in. Maar een zure oliebol, dat staat me een beetje tegen, maar ik zal moeten kiezen. Ik weet niet ook of er een tactiek is, want net heb ik natuurlijk deze gekozen. Maar ja, het eerste gevoel, hè, zeggen ze altijd. Nu ga ik weer voor deze, maar ik hoop dat... Oh, yes, de kaassoufflé. Deze gaan we gewoon opeten, dit is top. Kaassoufflé is ook wel lekker, dan helemaal als je hem niet vaak neemt, dan... Geniet ik er nu extra van. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om extra punten te verdienen door een hap te nemen van het smerige eten onder de andere schotel. Moet ik hier nog een hap van gaan nemen? Eén hapje. Eén hapje, voor het idee. Hè? Voor hetzelfde geld is die heel lekker. Oeh, ik heb nu al spijt van wat ik heb gezegd. Kan ik nog terug? Dit is echt gewoon pure azijn wat erin zit. Kijk, ik ga gewoon een hapje nemen. Ik ben benieuwd. Nou... Ik ga niet voor de 5 happen bij deze, dat is wel, dat weet ik wel. Mijn ouders, wat mijn ouders ervan vinden, nou, toen ik begon, toen wisten ze het eigenlijk niet echt. Want het was gewoon echt voor de grap en ik vertel mijn ouders natuurlijk ook niet wat ik op Insta plaats bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment was het dus de eerste keer dat ik echt iets thuis gestuurd kreeg en dat ik ergens voor betaald kreeg voor een campagne. Dus toen dacht ik van ja, nu moet ik toch vertellen wat ik aan het doen ben. Kijk eens. Thanks. Toen was het van... ja, er komt binnenkort een pakketje, moet ik een video over maken voor TikTok. Maar TikTok? Ja, ik heb inmiddels 100.000 abonnees gehaald. En dat was dus wel heel gek voor hun. En hebben natuurlijk ook wel laten zien wat voor video's ik maak. En ja, ze vonden het heel grappig, maar natuurlijk ook wel van... Ja, is dit nou serieus? Dit is niet hoe ik vroeger mijn geld verdiende, zeg maar. Licht uit, man! Dus mijn ouders vinden het ook niet, ze vinden het ook niet vervelend of zo dat ik het doe, maar... Dat vind ik natuurlijk wel apart. Tja, weet je wat ook apart is? Deze alternatieve tractatie met onder andere schimmelkaas en tongenworst.
dan zou ik persoonlijk eerder voor deze bami-schijf gaan. Altijd een zekerheidje. Zet hem op, hè. Oeh, een bami-schijf en een alternatieve tractatie. Dat klinkt heel, heel breed, een alternatieve tractatie. Nou, ik ga er niet vanuit dat jullie iets lekkers hebben uitgekozen. Ik denk dat ik wel weer voor links ga. Want ik heb net uitgelegd dat eerst zat hier iets vies in, toen iets lekkers. En nu denken jullie van, nu zet ik hier iets vies weer in. Maar dit is omgekeerde psychologie. Maar ik ga wel voor deze. Och. Yes. Daar ben ik heel blij mee. Ik weet ook alvast dat ik hier nee tegen ga zeggen. Maar ik ben wel benieuwd wat erin zit. Ja, dit is lekker. Het voelt even goed, deze keuze. Ja, ik heb wel, als een video echt slecht gaat, dat ik dan echt... Dan kijk je soms en dan denk je van, hé, maar hoe kan dit nou? En dan ga je wel afvragen, ligt het aan mij of ligt het aan de app zelf? Misschien ligt het wel aan mij, zeg maar. En dan denk je wel van, ja, moet ik iets aan veranderen? Dus soms speelt het wel met je gedachten. Maar ik probeer toch altijd wel rustig onder te blijven. En ja, het is, uiteindelijk is het allemaal voor de lol. Nee, ik denk niet dat TikTok echt ten koste is gegaan van mijn geloof. Maar het is wel zo dat het veel tijd in beslag neemt. Dus het is wel vaak dat je bijvoorbeeld in bed ligt en denkt van, oh, ik moet nog een video maken, wat ga ik doen? Dus in die zin, je bent er wel veel mee bezig, maar ik denk niet dat dat ten koste gaat van de tijd die ik met God doorbreng. Dat heeft sowieso de prioriteit bij mij. Maar daarnaast, het kost natuurlijk wel veel tijd en soms moet je nadenken hoeveel tijd moet het kosten en hoeveel tijd wil ik eraan besteden. En dat zijn inderdaad ook wel keuzes die je moet maken, ja. Ja, het maken van de juiste keuzes blijft een hele uitdaging en dat is in deze ronde niet anders. Wat te denken van deze verfrissende smoothie? Brrr. Nee, wat dat betreft doe je de wijzer aan om voor deze kipcorn te kiezen. Succes! Een verfrissende smoothie en een kipcorn. Nou, ik ben benieuwd hoe verfrissend die smoothie is, maar... ik kan er niet doorheen kijken, helaas. Ik ga denk ik voor links. Oeh, lekker! Nou, dit is top. Ik hoop natuurlijk dat ik die een keer mee naar huis mag nemen, maar dat zullen we nog zien. Wil je opnieuw extra punten verdienen? Eén slokje. Ga ik echt één slokje nemen? Ik ga het wel proberen. Eén slokje. Hij is wel echt fris. Ik hou het wel hierbij. Dat is lekkerder dan de oliebol. Ja, mijn slechtste keuze. Ik moet even denken, want ik heb natuurlijk wel veel keuzes gemaakt waarvan ik achteraf dacht van, nou, niet de beste keuze, maar... Dus, een van die slechte keuzes, denk wel, ik deed HAVO. En dan moest je op een gegeven moment je vakkenpakket kiezen. En ik deed, volgens mij was het economie en maatschappij. En dan kreeg je als extra vakken, kreeg je dan economie, management en organisatie en geschiedenis. En uiteindelijk ben ik in HAVO 5 gezakt op die drie vakken. Dus dat waren precies de vakken die ik heb gekozen. Daarvoor was ik gezakt. Dat is denk ik wel een hele cruciale foute keuze geweest achteraf. Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Weet je wat ook een cruciale foute keuze zou zijn? Wanneer je voor deze crunchy guacamole met sprinkhanen kiest. Nee, dan zou ik toch echt voor deze frikandel gaan. Succes! Een frikandel en een crunchy guacamole. Spectaculair weer. Maar ik weet wel dat ik voor de frikandel ga natuurlijk. Dus ik kijk hem allebei een beetje aan, maar ik weet niet welke ik... Zal ik nou een keer voor rechts gaan? Ik ga voor deze. Oh, ja. Het is weer de frikandel. Nou, dit is fijn. Dit is heel fijn. Zelfs sausje erbij. Heerlijk. Of ik twijfels heb gehad in mijn geloof. Nou, ik denk, eigenlijk ben ik er altijd wel zeker van geweest, zeg maar, dat God er was en het hele verhaal dat, zeg maar, klopte. Maar het is natuurlijk altijd dat je toch denkt, we leven in het nu en het is zo lastig om je met je hoofd erbij te kunnen, zeg maar, wat er allemaal is gebeurd. En je ziet God natuurlijk niet echt letterlijk, maar ik denk dat je daardoor ook... Ja, dat je daar ook met vrienden goed over kan praten en dat je dat kan delen met elkaar en dat je merkt dat je niet de enige bent. Dat het echt, echt leeft, zeg maar. Dat het niet iets is van vroeger, van ja, dat is een boek van duizenden jaren oud, dat moeten we nu niet meer lezen. Maar ik merk wel dat het tegenwoordig nog altijd leeft en dat het niet iets is van vroeger, maar van nu en de toekomst. En zo is het. Hey, en over de toekomst gesproken, wil je straks een kans maken op deze prachtige bokaal? Dan zou ik nu maar de juiste keuze maken. Onder de schotels in deze allesbepalende ronde zitten namelijk de restjes van alle voorgaande rondes. Bij een goede keuze verdubbel je je punten. Kies je de verkeerde schotel, moet je van ieder gerecht een hap nemen. Anders worden je punten gehalveerd. Heel veel succes, je zal het nodig hebben. Oké.
Ja. Ik ga me nog kiezen. Ik ga voor deze. Oh, ja, dit is een goeie. Ik ben er heel blij mee. Het ging al zo goed, ik denk nu moet het een keer misgaan. Maar blijkbaar zit het vandaag een keertje mee. Dus, Nou, inderdaad zeg. Wat heb jij een geluk gehad vandaag? Ik ben benieuwd of het je uitdager van volgende week ook zo mee zit. Je krijgt namelijk concurrentie van presentatrice Caroline Schimmel. Wat is dit? Ik ga dit echt niet meer doen. Daar heb ik aan meegedaan. Volkert heeft maar liefst 58 punten bij elkaar verzameld. En dat is genoeg voor een voorlopige eerste plaats. Benieuwd of hij die plek ook weet vast te houden. 58 punten, ja. Ik ben heel tevreden. Dus ruim voldoende volgens mij. Ik ben benieuwd wat de eindstand zal zijn, maar ik ben tot nu toe positief verrast. Ik ga nog even heerlijk genieten van dit eten en van mijn goede keuzes. Vonden jullie het nou een leuke video? Vergeet niet te reageren. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En volgende week weer kijken.